Amai. Amai. Van de Wereldwinkel, omdat de Eikensbeekstraat hier in de geburen, die zijn fan geworden en dus wordt er getrakteerd met iced tea. Wordt er zo'n kronkelpad aangelegd dat ze kunnen rondlopen. Hè. En vandaag gaan we tingelsop eten. De bedoeling van dit project is om een buurtpark te creëren bestaande uit het vroegere Kikvorsbos en de tuin van Eden. We gaan hier een padje leggen, zodanig gaan de mensen al eens kunnen kijken wat dat eigenlijk inhoudt. Later gaan we hier ook nog bos, hyacinten, bos, anemonen enzovoort planten om het bijvriendelijk te maken. En in een volgende fase komt dan de verbinding met de tuin van Eden, zodanig dat we hier echt een mooi buurtpark krijgen dat aangesloten wordt op de bestaande wandelwegen en ook vrij toegankelijk is voor de mensen. Goeie. Ja, de drop denk ik. Ja, met toe. De bol die mag iets meer hebben. Kom jongens, zie je, precies, precies. Voorzichtig, hè? Een andere bol ook. Het is dat fantastisch, hè? Maar doet dat goed, hè? Ja. Thank you.
Voilà, nu zal het gemakkelijker gaan, denk ik. Die kopjes zijn het meest het lekkerste van smaak. Je houdt van het gevaar. Ja, wel, maar ik vind het niet zo goed in mijn vingers. Hè. Hebben we vandaag een heerlijk padje gemaakt dat door onze mensen, door onze kinderen, door de burgers van Kik voor Vos allemaal zelf gemaakt is. Dus dat padje, dat is van ons. Toen ik 6 jaar was, was ik heel gelukkig op mijn plekje. En zoveel jaar later denk ik nog altijd terug aan mijn plekje. Zo'n plekje wil ik voor u nu hier maken. Pia wil dat ook doen. Heel de gemeente wil dat zorgen dat wij hier samen gelukkig kunnen zijn. Dat is de plek van ons en we hebben het heel mooi gemaakt. Daarvoor wil ik Pia absoluut heel hard bedanken, want wij hebben al een begin van de soep gemaakt en we hebben er zelf netjes voor geproefd. En we gaan in de soep doen en hebben we hele lekkere netelsoep. Dat stukje kruidbeekje hier, en die zit al een hele tijd, dat heeft heel lang niks mee gebeurd. Er is niks mee gebeurd. En dan is er iemand geweest die een aantal jaren geleden hier een caravan geplaatst heeft en die hier een aantal workshops georganiseerd heeft voor kinderen. Dat heeft een tijdje geduurd, maar nadien is die persoon gaan verhuizen en is dat bosje hier zo gebleven. En dan hebben we vanuit de gemeente, samen met al mijn collega's, ook gezegd van dat spijt. De eigenaar van dit bos, dat zijn de mensen die ook heel de polder aangelegd hebben. En die zijn zo vriendelijk geweest om dat een concessie te geven aan de gemeente en de bijenwerkgroep. En die hebben de handen in elkaar geslagen, die hebben gezegd, wij gaan iets doen met dat bos. De groendienst van de gemeente, die hebben hier heel hard gewerkt om hier wat open plaats te creëren. En vandaag hebben jullie allemaal de kers op de taart gezet met dat padje aan te leggen. En daar hadden wij aan gedacht, hè, Johan, om daar soep te geven. De finishing touch, daar hebben ook jullie voor gezorgd. Met Miek op kop en de kinderen netels geplukt. En dat gaan we samen eten om te toosten. Een hele dikke dankjewel aan Johan, omdat hij zeker en vast de trekker is van dit project. Om ervoor te zorgen dat dat zou slagen. Het is vandaag geslaagd en het zou voor de volgende jaren een fantastische plek worden. Merci Johan. Paul en ik, wij willen deze vakantie, in een dag of een namiddag, bosmannetjes komen maken om het bos te versieren. Met alle kinderen die willen komen, bosmannetjes maken. Ja, geweldig. Hier, jongen. En wie soep wil, die mag rondkomen. Ja, jullie mogen rondkomen, hè. Kom maar. Ik heb hier klaar, ik heb hier klaar. Moet niet bang zijn. Zo, kijk goed. Moet niet bang zijn. Rustig. Daar rustig zijn, niet? Waar zijn de hondjes? Een bonnetje iets proeven? Joh, dat mogen jij, jongen. Als je denkt dat je tong niet gaat tingelen, mogen jij dat niet.